Als volgende ga ik jullie een stukje voorlezen terug over iets dat ik had neergeschreven. Over mijn eerste ervaring in Brazilië en mijn eerste indrukken en een beetje zo over mijn situatie. Hallo, vandaag zijn we zaterdag 17 augustus en het is 10:30 in de ochtend. Toen ik op mijn tweede schooldag een volledig lesuur vrij had, omdat de anderen een geschiedenistest hadden, was ik beginnen schrijven over mijn uitwisseling. Ondertussen zijn we al een paar dagen verder en ik vond het een goed idee om dat kladpapiertje waar ik op geschreven had eens over te typen. Hier is de getypte versie. Hey, ik ben vandaag al 10 dagen in Brazilië. En ik denk dat ik op die 10 dagen al meer heb meegemaakt dan ik normaal gezien op een hele maand beleef. Op vlak van emoties zit ik net op een emotionele rollercoaster waar geen eind aan kwam. Ik ben na 1,5 dag van mijn gastgezin weggehaald, heb in totaal 4 verschillende huishoudens geslapen. Sorry. Ik heb op 2 verschillende scholen gezeten, officieel. En ik heb een enorme cultuurshock gehad. Ik voelde me nergens thuis, omdat ik me nog niet kon settelen in een definitief gezin. En over mijn vertrek in het eerste gezin kan ik zeggen dat het niet door iemand specifiek of door één iets kwam of ging. Maar wel om een samenloop van factoren waarin niemand echt schuld aan heeft. Zowel ik als het gezin niet. Het was een jong koppel, zij 25, hij 28, dat naar mijn gevoel nog volop bezig was met het opbouwen van hun leven. En ze wisten pas sinds enkele maanden dat er een baby op komst was. Dat, in combinatie met nog vele andere dingen, zorgde ervoor dat de invulling van mijn verwachtingen en vooral het beantwoorden en vervullen van mijn noden, qua communicatie zeker, erg moeilijk verliep. Geen van beiden sprak en begreep Engels. Zelfs het zinnetje als My name is Charlotte was niet verstaanbaar. Ze wisten het enkel omdat ik naar mezelf wees en mijn naam uitsprak. Dat ik bedoelde dat mijn naam Charlotte was. De moeder deed erg haar best om het te laten slagen en om het echt te laten werken. Zij was dan ook degene die een student in huis wilde. Maar de vader keek nog niet eens naar me. En later bleek dat hij me negeerde omdat hij dacht dat ik hen stom vond. En hij wist niet goed te reageren en hoe met mij om te gaan. Ik voelde me in paniek en elke keer dat ik bij hen was, kon ik niet stoppen met wenen en soms hyperventileren. Van de stress, angst en het verdriet. Ook het idee dat ik een heel jaar bij hen moest wonen, gaf me een vreselijk gevoel. Ik vind het erg spijtig dat het niet klikte, want de moeder wilde het echt wel en ik ook. Maar ja, over mijn cultuurshock kan ik slechts 1 overkoepelend iets zeggen. Spijtig genoeg, Brazilië is arm. In hun ogen valt het wel mee en ze weten dat er veel armoede is. Maar dat er in de streken die ik gezien heb, nog niet zoveel echte armoede is volgens hen. Maar door mijn moeilijke start heb ik op korte tijd met veel verschillende soorten families en levensstijl in contact gekomen en ik kan momenteel een paar dingen concluderen. Het wordt vaak met de hand nog gewassen. De vaat wordt ook allemaal overal met de hand gedaan, normaal gezien. Huizen worden in redelijke staat, wat wil zeggen niet in heel goede staat, gekocht. Maar worden bijna nooit vernieuwd of gemoderniseerd. Wanneer iets werkt in het huis, moet het niet vervangen worden. Als het nog werkt, ook al werkt het misschien maar half, het werkt, dus we laten het zo. Zo'n beetje. Dit geldt ook voor auto's. Soms zijn het zelfs 6e of 7e hands auto's. En vaak zijn ze ofwel vrij nieuw, maar zonder al te veel veiligheid, bijvoorbeeld airbag. Het komende jaar gaat er een wet zijn die gaat zeggen dat de auto's die geproduceerd worden, dat die een airbag moeten hebben. Maar omdat een airbag hier dus een optie is, omdat het dan extra geld kost, wordt het vaak dus gewoon niet eens ingebouwd. Het lijkt of ze hier geen degelijke algemene vorming krijgen, zoals ik het ken. Hiermee bedoel ik dat het niveau erg zwak is. Zelfs in strenge scholen hoorde ik van andere studenten dat het niveau erg laag is, ook al zijn dat dus privé en strenge scholen voor Brazilië. Straten zien hier verloederd uit met veel huizen waar de verf half af is. Zelfs de buitenmuren zijn in vele gevallen houten platen van 4 à 5 centimeter dik. Enorm veel straathonden
katten en zelfs soms paarden, straatpaarden, wat echt in het begin vreselijk, like, cultuurschok voor mij was. Nou ja, een paard los in het midden van de straat vrij rondlopen, ik bedoel, dat is nog steeds iets heel vrij raar voor mij. Maar. Een vrij agressieve rijstijl, zeker mijn eerste gastvader, in de eerste nacht had hij bijna gewoon een gigantische Dalmatier overreden en ik was dus gewoon echt bijna aan het kretsen in de auto omdat ik zo verschoten was, omdat ze echt allemaal vrij gevaarlijk rijden. Ondanks dat het zuiden heel erg koud is in de winter, wordt er geen verwarming gebruikt of geplaatst. Een chauffage is iets vaag voor vele mensen en als ze het hebben, dan is het vaak een mini-elektrisch ding dat soms een beetje serieus stinkt. Maar wat er wel veel gebruikt wordt in de betere huizen, is een kachel. Dus een, niet een open haard, maar zo een kachelachtig iets. Dat wordt heel vaak gebruikt. En dokters werken hier nog zonder computer. Ze schrijven alles met de hand in hun dossier, bij vele dokters. Ik ben zo bij een meisje waar ik aan bij verbleven was. Ik ging dan gewoon overal mee waar zij naartoe ging. En zij moest dan naar een doktersafspraak en ik moest even mee binnen. En de dokter was echt gewoon alles op papier en dossier aan het schrijven. Dus dat was ook iets vrij vreemd voor mij. Er stond geen eens een computer op de tafel of zo. En ja. Op zaken als geen wc-papier in de wc's gooien, een dagelijks menu van rijst en vlees en andere zaken was ik voorbereid. Maar op veel andere dingen die hier, zijn, die hier dus normaal zijn, was ik niet echt goed voorbereid of was ik mezelf een beetje aan het wijsmaken dat het minder erg is dan dat het is. En ik denk dat daaraan ook een groot deel van mijn cultuurschok ligt. Dat ik mezelf een beetje, om mezelf zin te geven in het gaan naar, in het komen naar hier, dat ik gewoon mezelf een beetje was aan het wijsmaken van, wauw, maar dat zal, allee, het zal wel in mindere mate zijn. Het zal wel meer gewoon, meer positieve, like, meer de goede kanten zullen meer aanwezig zijn dan de slechte dingen. Like, slechte. Momenteel vind ik het allemaal, allee, is het allemaal vrij normaal geworden voor mij. Maar het is gewoon even over mijn eerste indruk.